Welkom bij Bartok. We zijn hier weer om te reflecteren op de dag, het laatste nieuws te bespreken en natuurlijk antwoord te zoeken op de grote vraag: hoe klinkt het nu? En vanavond doen wij dat met Daniël van Dalen. Daniël van Dalen, welkom. Dank je. Wat drink jij? Waar heb je zin in? Ik drink van alles, maar ik denk nu wel echt aan bier. En wat voor bier zou je op, waar heb je op zin in? Nou, na lang nadenken denk ik Hertog Jan. Nou, dat is toevallig. Niet normaal, hè? Dat is gewoon toevallig. Ik weet niet, toevallig de avond. Ja, ik heb dus al een tijdje... Ik was bang dat hij ging exploderen. Ja, maar dat gaat goed. Dit gebeurt gewoon, dit is live. Nee, dit is helemaal niet live. Nee, het is niet helemaal live, maar oké. Dat weten de mensen. Nee. En dit, weet je, dat ga ik een geheim delen met de mensen. Dit geluid, hopelijk komt dat over. Lekker. Als je iets omhoog doet, dan kun je hem aan. Nou goed, dat was dan vroeg in die reclames. Ik kan daar dus niet tegen. Dus ik heb een beetje tegen, hoe heet die, wat mensen hebben, dat ze heel erg gek zijn op geluidjes. Oh ja, dat heb ik. Oh ja. Misofonie? Ja, de hele YouTube-kanaal. Oh nee, dat dingetje, dat je zo lekker tegen de microfoon zo... Nou, dat hele dichtbij opgenomen bij de bioscoop. En dan gingen ze zo, of zo'n Magnum. Dan nam iemand een hap van zo'n Magnum. En dan hoorde je zo... Ik kan daar niet tegen. Dus, oh, je kan er niet tegen? Nee, ik kan er niet tegen. I'm the one of the fools. Oké. Okay. Who buys that Magnum? Ja, oké. Okay. Hé, we zijn hier dus om uiteindelijk antwoord op de vraag te krijgen van hoe klinkt het nu? Ja. Daarvoor zijn we ook quotes aan het verzamelen. We willen eigenlijk aan het eind van de 12 Bartoks... Bartoks et Bartok, willen we eigenlijk 12 wijsheden hebben op tegeltjes. We hebben er al 1 de vorige keer. Ja. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Vandaag hebben we dus dag 2 gehad van onze microcosmos serie. Het ging over grow, groeien. En daar zou ik heel graag een volgende quote bij willen. Ja. Als het goed is, komen er zometeen wat quotes van het publiek. Die komen zometeen hier bij onze Bartok. Ja. Maar laten we eerst eens even beginnen bij het nieuws van de dag. Want wij hebben vandaag in de bubbel gezeten, maar we moeten ook aware zijn wat er gebeurd is vandaag. Wat is het grote nieuws van vandaag, weet je dat? Nou, continu natuurlijk alles wat met corona te maken heeft. En dat het een jaar gaat duren, geloof ik, voordat alle mensen zijn gevaccineerd. Of de ouderen alleen nog maar zelfs. En volgens mij wat vandaag een hot topic was, het vuurwerkverbod van dit jaar. Ja. En dat dan pagina grote advertenties waren met van namens de vuurwerkbranche van niet doen en moeilijk zeg maar. Dat, volgens mij is dat een van de grotere dingen. Niet doen, moeilijk, dat is het grootste nieuws van vandaag. Ja, dus die willen graag dat het nu klinkt als hele harde knallen en weet ik wat. En ik hou er persoonlijk helemaal niet van, dus ik heb liever dat het nu klinkt gewoon rustig en normaal. Ja. Champagnekurken vind ik nog wel oké. Ja, ik geloof dat klein vuurwerk nu wel weer toegestaan is. Dus dan hebben we het over sterretjes en trek, noem je dat? Ja, maar dat zouden we hier nu ook mogen doen. Ja, eigenlijk inderdaad, wat je het hele jaar door mag doen, dat mag je dan dus op oudjaarsavond. Oké, newsflash. Ik ben er ook wel blij mee. Die sterretjes, misschien geeft het een nieuw tijdperk aan, een tijdperk van vrede. En dat we met z'n allen niet te veel lawaai maken om de ander goed te kunnen horen, waardoor we ook weer zelf kunnen groeien. Nou ja, maar het is nog wat anders dan, weet ik veel, door iemand heen praten of weet ik wat. Het is gewoon mensen, nou je hebt katten. Ja, dat is beesten, zo zielig. Die beesten flippen helemaal de pan uit. Ja, die moet ik altijd in de bad, die sluiten dan in de badkamer. Heb ik hun lievelingseten dan gekocht en dan heb ik dat allemaal in de badkamer en dan moeten ze daar de hele dag zitten. Ja. Maar dat is, ja, absoluut. Mijn moeders hart krimpt ineen als het 31 december wordt. Ja. Ja. Nou, dus ik denk sorry voor onze Facebook-vrienden die heel erg van het vuurwerk houden, maar ik denk maar, dat wij dus wel... Maar die neiging tot knallen, dat is natuurlijk wel een innerlijke drang die je daarbij ook wel... Die moet op een gegeven moment ergens anders in terechtkomen. Dat moet gekanaliseerd worden naar een andere uiting. Wat zou je daarvoor in de plaats geven aan de mensen die nu het vuurwerk missen? Nou, als drummer heb ik daar wel een antwoord op. Maar dat is gewoon met mijn drumstel op straat waar we spreken. Of wij gewoon allemaal als muzikanten of zo. En ja, zeg maar, als ik nu dan opeens weer moet denken aan de Chinezen die met nieuwjaar dan de kwade geesten verjagen of zo. Dan komt toch wel weer iets meer met mijn hoofd in een soort traditie van, oh ja, dat
is, dan heeft het ook wel weer iets moois. Zelfs die irritante harde knallen. Zeg maar. Ja. Grappig genoeg, omdat ik zelf dat. Ik doe het zelf niet, dus ik denk ook niet zo snel aan het gevaar of zo. Omdat dat zit er bij mij zo in. Ook ik loop altijd met de auto niet met oordoppen in en zo. Ik blijf er gewoon heel erg van weg. Dus daarom heb ik totaal niet die liefde. Nee, maar er zijn een paar dingen. Dus eigenlijk als er hard geknald wordt, maar jij weet waarom ze het doen en er zit een mooie gedachte achter, dan zou je het meer tolereren. Dus je moet eigenlijk weten wat het verhaal is achter de knal. En dan zou je het minder. Maar goed, je kan niet achter elk knal in de stad gaan aanrennen. Wat is jouw verhaal achter die knal? Nee, als je met een betonstrijker afsteekt en zegt, maar goed, ik moest denken aan mijn hamster. Precies, dat kan helemaal niet. Maar ik kan het wel terugkrijgen. Oh, we krijgen hier een vraag binnen. Wat fijn. Ik moet ook wel denken, misschien kun je het vergelijken als je het naar de muziek trekt. Dat je tegen jou wordt gezegd als drummer, dat er wordt gezegd. Daniel, vandaag mag je helemaal niet hard spelen. Je moet heel zacht spelen, want het mag niet geknald worden. Wat denk je dan? Dit is misschien wel een les voor de mensen die altijd vuurwerk willen afsteken. Jij als drummer weet als geen ander, als je met Fuse speelt, dat je niet te hard mag knallen. Ja. Wat is nou het alternatief? En hoe zorg je dat die knal er wel uitkomt, maar op een andere manier? Nou, ik denk, als je echt met vuurwerk vergelijkt, dat een knal dus zo hard is dat het bijna een soort schrikreactie oplevert en je oren die trekken dat soort volumes helemaal niet, dus die klappen dicht en dat is dus letterlijk een fysieke reactie. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mensen die bijvoorbeeld naar een popconcert gaan en dan zeggen dat ze het op een bepaalde manier wel lekker vinden dat het zo hard staat dat je fysiek daar, dat je maag meetrilt met het bas of zo, weet ik wel. Ja. En wij denk ik als muzikanten zijn veel meer bewust op onze juweeltjes, onze oren, van als dat kapot gaat of beschadigd, of ik als drummer al helemaal. Ja. Ik ben daar misschien wel iets meer mee bezig. Aan de kant jullie met je viool naast je oor. Ja, dat is even hard. Dat schijnt ook heel hard te zijn. Wij zijn doof aan ons linkeroor omdat daar de viool zit. Maar goed, het is niet in hetzelfde kader als Jennifer Lopez die er die billen heeft laten verzekeren. Dat je op die manier als een diva met je oor omgaat. Oké, ik wil er eens antwoord op hebben. Hier, we hebben namelijk een heel erg leuke bijdrage van Hendrik Scheepmaker. En die vraagt, als er een verbod komt op zwaar vuurwerk, komt er dan ook een verbod op de jazz-solo's van Julia? Hendrik? Grappig, dat mijn eerste reactie was van oeh. En toen dacht ik, oh nee, dat is een heel lief compliment. Oh, dat is een lief compliment. Oh ja, ik wil ook gelijk denken, oh dat is mis. Wat een lief compliment, want antwoord is een retorische vraag, toch? Ja, dat is spectaculair en goed. Ja, wat lief. Wat lief, Hendrik Scheepmaker. Maar misschien kan Hendrik dan ook gelijk met een... ik zit wel te denken, we zijn dus op zoek naar de quote van de dag die op dit tegeltje komt. Ja. Maar ik vond het wel mooi dat jij zegt, als ik het verhaal achter de knal weet, weet ik hem te tolereren. Dat vind ik op zich wel een mooie wijsheid. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt nu. Ze zeggen van polarisatie in Amerika, overal. Ja. Op het moment dat je het verhaal achter de schreeuw van iemand weet, dan kan je misschien makkelijker begrijpen wat iemand bedoelt. En vandaag, om het even terug te linken naar wat we eigenlijk aan het doen zijn hier met de microcosmos. Ja. We zijn dus 12 fases aan het langs gaan. We waren vandaag bij fase 3, grow, groeien. En Xavi Torres heeft voor ons een heel erg mooi stuk geschreven. Waarin je bijna hoorde dat de blaadjes aan het groeien waren. En dat er onder een melodie was die zorgt voor de wortels die zochten naar de ondergrond. Heel beeldend eigenlijk. Maar een van de woorden die bij groei hoort is het woord nieuwsgierigheid. Dus nieuwsgierigheid naar de ander. Jezelf openstellen naar de ander. En ik zat erover na te denken. Ik dacht, waarom zijn niet meer mensen nieuwsgierig naar een andere mening? Dus waarom, kijk, als jij iets denkt en de ander denkt iets anders, dan kan je zeggen, ja, maar ik denk dit en jij denkt dat en we zijn het oneens. Dus je kan denken, ik ben nieuwsgierig, waarom denk je er eigenlijk zo over? Toen dacht ik, wat er in de weg staat vaak van die nieuwsgierigheid, bij mij in elk geval, is vaak angst. Omdat ik bang ben dat ik ongelijk krijg of dat ik bang ben voor wat die ander wil doen of wil zeggen of wil beïnvloeden in het leven. En ik merkte heel erg dat als wij op het podium die muziek staan te maken, dan is het allerergste wat je kan hebben is angst. Als je angst bent, dan versteen je, kan je niet meer muziek maken, word je defensief, dus durf je niet open te staan voor kritiek.
dat zijn wel allemaal dingen die je ook als muzikant erg ter harte kan nemen. Dat als je nieuwsgierig blijft en dus die angst wegneemt. Wij moeten als muzikanten heel veel zelfonderzoek doen, willen we verder groeien. Ja, maar ik, van angst groei je toch ook juist. Als je gewoon zoiets hebt van, oké, ik kan dit niet, of weet ik veel wat. En dat je dan dus gewoon door ervaring eigenlijk, doordat je dus die angst weet te benutten of daar iets mee weet te doen, daar groei je dan ook weer van als muzikant. Ja. Oké, we kunnen eigenlijk op, we moeten wel zorgen dat we geen wereldgroei veroorzaken. Dat is wel belangrijk. Dat ook. En trouwens, wat ik ook nog zat te denken, van dat groei, dat ook heel vaak vanzelf gaat. Er zijn genoeg dingen die hoef je niks te doen als je gewoon kijkt naar een mens. Ja, oké, je moet voeding in, weet je wel? Ja. Water en brood. En dan groeit het of zo. En jij hebt het eigenlijk al veel meer over een soort intellectuele gewoon verrijking meer bij. Dus gewoon het groeien in je de beste versie van jezelf. Zeg. Nou, zeker. Want ik zat ook, ik moest vandaag denken aan, waar gaven een college, Marcia en ik, over groei en over het compositieproces. Ja. En op het moment dat een componist zichzelf de hele tijd niet zichzelf afvraagt waarom hij iets aan het doen is, maar eigenlijk gewoon de hele tijd zichzelf verbetert en verder gaat, dan kan het zijn dat hij een karikatuur wordt van zichzelf. De VVD, Klaas Dijkhoff, die gaat zo meteen weg. Maar die hebben het partijprogramma totaal omgegooid. Ze zijn helemaal naar links gegaan. En Klaas Dijkhoff werd gevraagd van, hè, maar dus je neemt nu afstand van wat je eerder dacht. En Klaas Dijkhoff, die zei dat. Die zei, nee, wij hebben een bepaald liberaal ideaal. Maar als we daarop door blijven gaan, en worden steeds, het wordt steeds, zeg maar, hoe zeg je dat? Je gaat daar steeds op door. Ja. Dan op een gegeven moment word je een karikatuur voor jezelf. Dan ga je zelfs zelf herhalen. En, ja, dan, en steeds andere woorden ja, vinden voor hetzelfde ding. Op een gegeven moment moet je gewoon heel even alles opnieuw herbekijken. En wat hij dus heeft gedaan, hij vindt dat niet leuk dat ik dat zeg, maar hij ging meer naar links, meer naar het midden. Ja, dat vond ik wel heel mooi. En ik dacht, oh, dat is dus niet alleen maar een creatieve proces. Dat je af en toe jezelf even moet resetten om weer totaal iets nieuws te beginnen. En om dat te doen, moet je soms wel jezelf een klein beetje uitwissen. Dus moet je weer even terug. Dat is wel grappig. We hadden het in het college hadden over het creatieve proces. Daar hadden we dus een mooie grafiek bij. Ja. Het begint bij het possibilities. Doubt, agony, epiphany en finesse. En eigenlijk is bij elk creatief proces is dit een beetje een soort van leidraad. Je begint met een melodie, dan ga je twijfelen of die melodie wel mooi genoeg is of wel, hè? En dan denk je, waarom maak je godsnaam muziek? Waarom zou ik een slap afzetsel worden van Mahler? Want het lijkt erop, maar het is nog veel slechter, dus waarom zou ik dat doen? En dan epiphany, want dan denk je, ja, maar Mahler had geen percussionist zoals Daniel. In zijn omgeving. Dus, en die had nog nooit van jazz fusion gehoord. Dus als we dat samenvoegen, epiphany, we gaan naar boven, finesse. Leuk hè? Ik denk dus dat heel veel mensen jullie thuis hier ook over mee kunnen praten, misschien in je werk, wat niet per se creatief is of wel creatief. Is dit nou, geldt dit nou alleen voor muzikanten en componisten en kunstenaars of ook voor jullie? Nou, en waar ik benieuwd naar ben, kun je ook halverwege instappen. Weet je, als ik bijvoorbeeld denk bij popcomposities of bepaalde popartiesten die gewoon in de put zitten en dat ik het idee heb dat ze gewoon in één keer daar beginnen. En dat ze dan gewoon uit een ellende in één keer zo'n lichtpuntje. Ja, maar het kan ook zijn dat dit over je hele leven gaat. Hè? Het kan ook zijn dat je als popmuzikant Possibility geboren bent met op 2-jarige leeftijd Possibility had om, om iets te doen wat niet belangrijk was misschien op dat moment voor de rest van de wereld. En dat je gewoon je hele puberteit in die agony zat. Ja, ja. Nou, dat is best wel. Ja, lijkt me pittig. Ja, maar ik heb wel meer begrip voor de gedomineerde kunstenaar. Waar je normaal zou denken, je bent een karikatuur van jezelf. Denk je nu misschien. Mag niet oprollen. Nou, nee, mag wel. Maar dat hoor je te hard. Check even of de microfoon er nog in. Nee, ja, goed. Ik denk per compositie ben ik wel benieuwd. Of je altijd door precies die. Of het creatieve proces. Nee, maar dit is een grafiekje. En dat kan natuurlijk ook zijn dat dit is heel groot, maar het kan heel klein zijn dat je het niet eens doorhebt. Ik weet niet of ik hier mag, maar zoals bepaalde orgasmes, dat ze zo klein zijn dat je ze helemaal niet doorhebt. Dat ken ik niet. Ja, dat is gewoon. Er zijn mensen die hebben dat. Ik ken het niet, maar die kunnen er heel veel hebben. Allemaal
achter elkaar en heel klein. De schaal van de grafiek eigenlijk. Maar met corona toch ook wel eens. Dan denk je, jezus, die lijn gaat helemaal omhoog. Ja. En dan blijkt de schaal gewoon heel dramatisch te zijn. En zo zie je ook maar dat opwaarts voor ons heel fijn is als creatieve kunstenaars, maar voor corona weer niet. Dus het is altijd, je moet altijd weten wat nou de achterkant is van... Oké, ik zie dat we hier moeten afronden. Er wil ook iemand... Oh, ik moet nog één klein dingetje doen. Nee. Ja, maar voordat hij die vraag doet, Daan, want ik heb nog één klein dingetje dat ik heel belangrijk vind. Het is de rekening. Wij kregen namelijk... Ah, de laatste ronde is aangekomen. Maar voordat de laatste ronde begint... Views. Iemand vraagt aan ons wat ons sterrenbeeld is. In welke maat is Views in de huidige hoedanigheid geboren? Als jullie deze vraag beantwoorden, trek ik de horoscoop van Views. Want microcosmos, die 12 fases, die zijn ook gebaseerd op het zodiac-systeem. En dus dat heeft... En wij zijn 12 januari... is Tobias erbij gekomen. Dus de laatste Views-lid is erbij gekomen. Dus dan zijn we... Ik ben daar niet in thuis. Dan zijn we dus... Oh, dat ben ik niet. Niet de water, ik ben waterman. Nou, 12 januari, maar dan heeft diegene ook dat gelijk. 12 januari. Een leuk dingetje. Nou, dan gaan we volgende Bartok. 12 januari 2012. Ja. Ah, dat is de oprichting. Dus dat daar met die informatie komen ze wel, denk ik. Ja. Dan hebben we nog een vraag van Stefan Enter. Oké. Wat gaat Views doen met het feit dat het... de Boekenbon Literatuurprijs is gewonnen door Oek de Jong. Tijd voor een leren legging. No comment. Ik beslis hier, ik geef hier het no comment moment. Je hebt wel eens dat je iets eet en dat je aan iets dacht en dat je dan denkt, wow, nu helemaal verslapt bent. Dus ik kan echt de link al niet eens maken tussen de Boekenbon en de leren legging. Maar van wie kwam deze leuke Stefan Enter. Stefan Enter bij deze. Enter jij het einde van Bartok. Bartok at Bartok. De laatste ronde, we moeten echt gaan. Heel leuk dat je er was. De quote die nu op het tegeltje komt, die ga ik eventjes in bed bedenken. En die zien jullie volgende keer, morgen eigenlijk. Maar voor de derde Bartok zou ik heel graag... wel echt een originele quote van jullie willen hebben. Dus stuur ze op, laat ze komen en laat de vragen ook komen en die opmerkingen. Heel leuk. Ja, ja. Dat was divers. Ja, zeker. Tot de volgende keer. Ja. Doei!